Wel, elke dag komen er wel nieuwe materialen op de markt of nieuwe toestellen of nieuwe attributen die je echt nodig hebt om te trainen. Maar neem nu zo'n fitbal. Waarom zou je op een fitbal gaan zitten of liggen als je niet weet waarom dat je dat doet? Ik ben vooral bezig met bewegen. Mensen in beweging brengen en proberen om op een verantwoorde manier te laten sporten. Heel vroeger begonnen als initiator wielrennen. Van daaruit is dat balletje verder gaan rollen. Tot ik in 2009, en daar ben ik best fier op, ben ik NESM Certified Personal Trainer geworden. NESM of de National Academy of Sports Medicine is een Amerikaanse organisatie die zich vooral focussen op gezondheid. Zij willen de Amerikaanse bevolking dan in hun geval sterker en gezonder maken. Als ik naar een land als Nederland kijk of Engeland, dan gaat het daar stukken beter. Ik denk dat er Nederlanders bewegen veel meer, worden ook vanuit de overheid en vanuit de zorgverzekering gestimuleerd om te bewegen. En dat zie ik in België veel minder. Ik kom eigenlijk uit een weinig sportieve familie en ik ben thuis ook nooit gestimuleerd om te sporten. Nu, dat wil zeggen, ik kon heel laat zwemmen, heel laat fietsen. Er zijn nog altijd bepaalde dingen die ik niet kan. Voetballen. Ik heb ooit bij KSV Temse gespeeld. En ik ben er toen in geslaagd om een vrije trap in de verkeerde richting te nemen. De meeste verhalen die ik hoor zijn mensen die niet weten hoe ze moeten sporten. Ik wil wel sporten. Ik weet dat ik het moet doen. Ik weet dat het goed voor mij is. Maar hoe begin ik eraan? Want ook daar krijg je weer heel veel verschillende invloeden van de media en damesbladen. Langs alle kanten word je platgeslagen met informatie over hoe je dat moet doen. Maar heel dikwijls is dat dan informatie die niet echt bruikbaar is voor jou, omdat iedereen uniek is. Ik denk dat mensen te onwetend zijn. Je moet sowieso, vooral mensen die willen afvallen, Het is sowieso een combinatie van voeding en beweging. Als je enkel gaat bewegen, dan gaat het heel moeilijk zijn om overgewicht kwijt te raken. Dus je moet sowieso de beide doen. Bewegen en op je voeding letten. En dat is gewoon het moeilijkste. Ook op het gebied van voeding word je langs alle kanten platgeslagen met informatie. En met dingen die je moet kopen, die je moet eten. De gezonde dingen staan eigenlijk nauwelijks of nooit in promotie. Natuurlijk hebben we al die dingen al dikwijls gehoord. Maar mensen pakken het gewoon op de verkeerde manier aan. Mensen willen alles tegelijk veranderen. Dus ze nemen zich voor van op 2 januari ga ik, bij manier van spreken, elke dag bewegen. En ik ga alleen nog water drinken en ik ga alleen nog salades eten. En nu, dat werkt niet. Je moet die dingen stap voor stap aanpakken. Ga bewegen. Begin eens met 1, 2, 3 keer per week een wandeling te maken of een fietstocht te maken. Of eigenlijk enkele makkelijke oefeningen die je heel, heel makkelijk thuis kan doen. Maar ga nu niet direct die hele levensstijl van vandaag op morgen omgooien. Want dat is de snelste manier om te falen. Meer dan de helft van de Belgische vrouwen en mannen zijn te zwaar. En dat begint eigenlijk al heel vroeg. Want ook 1 op 5 kinderen is zelfs te zwaar.